We slepen onze eerste clip naar spoor 1. De tweede clip plaatsen we op spoor 3. We plaatsen de tijdsmarker achteraan en knippen de clips op maat. Nu zetten we de tijdsmarker gans vooraan. Selecteren de clip op spoor 3 en zoeken het effect beweging. We schalen de clip op 36%. Nu moeten we nog de positie bepalen. Horizontaal zetten we op 1500, verticaal plaatsen we op 800. Nu slepen we de witte afbeelding gemaakt met paint op spoor 2. We trekken de clip van lengte zodat hij even lang is als de andere clips. We selecteren het effect beweging. En schalen deze afbeelding op 39%. De positie herhalen we zoals de eerste clip, 1500 op 800. Dan komt die mooi achter de clip te liggen. Nu gaan we de picture-in-picture laten schuiven van buiten het beeld naar binnen het beeld. Plaatsen een keyframe, daarom zetten we de positie op min 400 en tevens de clip dat op spoor 3 staat, plaatsen een keyframe op min 400. Nu zetten we de tijdsmarker op 5 seconden en zetten de positie terug op 1500 voor beide clips. En onze animatie is klaar. We bekijken ze even. Nu gaan we ze delen. We selecteren computer. AVCHD. We geven het de naam Picture in Picture. En klikken op opslaan. De film wordt gerenderd. En dit is het resultaat. Nu gaan we 4 beelden in 1 scherm brengen. Een quad split. De eerste manier is de 4 beelden tegen elkaar op het scherm. We slepen de eerste clip naar spoor 1, de tweede clip naar spoor 2, de derde clip naar spoor 3 en de vierde clip naar spoor 4. We zetten de tijdsmarker achteraan de kortste clip en knippen al de andere clips op maat van de kortste clip. Deze worden verwijderd.
nu zetten we de tijdsmarker gans vooraan. Ik sleep even een tekening met alle gegevens die je moet invullen over de clips. Nu zien we de posities van elke clip waar hij moet komen. We selecteren de eerste clip, schalen die op 50%. En in de positie tippen we de maat van de eerste clip, 480 op 270 verticaal. Nu selecteren we de tweede clip. Schalen op 50%, positie op 1440 en 270. We selecteren de derde clip. Schalen op 50%, positie 480 op 810. De laatste clip op 50%, de positie op 1440 en de verticale positie op 810. Nu verwijderen we de afbeelding met de maten en dat is het resultaat. Nu gaan we zorgen dat er tussen de clips een spatie is. We selecteren de eerste clip. En zetten de positie op 4,75 en 2,65. De tweede clip. Zetten we de positie op 1445 en 265. De derde clip zetten we de positie op 475 en verticaal op 815. En tenslotte de laatste clip. Zetten we de beweging, de positie op horizontaal op 1445, verticaal op 815. Nu verwijderen we de clip met de maten. En nu hebben we een spatie tussen de vier clips. We gaan die ook delen. Computer, AVCAD. We geven die de naam quadsplit en klikken op opslaan. De clip wordt berekend en dit is het resultaat.